Peppa Pig. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Pig. En dit is papa Pig. Peppa Pig. Polly Papagaai. Peppa en haar familie gaan op bezoek bij oma en opa Pig. Oma Pig, opa Pig. Omi ik, opie ik. Hallo kleintjes, kom binnen. We hebben een verrassing. Wat is het? We hebben een nieuw huisdier. Kun je raden wat het is? Dinosaurus. Nee, het is geen dinosaurus. Kom maar kijken. Oma en opa Big hebben een papegaai. Peppa, George, dit is onze papegaai. Ze heet Polly. Lieve Polly. Lieve Polly! Wauw. Ik ben een slimme papegaai. Ik ben een slimme papegaai! Mama, waarom zegt hij alles na wat oma zegt? Dat is wat papegaaien doen. Kijk maar eens. Hallo, Polly. Hallo, Polly! Wat een lieve papegaai. Wat een lieve papegaai! Kom allemaal. Theetijd. Peppa, George, kom maar. Ik heb chocoladecake. We komen, oma. Peppa en George vinden chocoladecake lekker. Maar vandaag hebben ze haast. Ze willen met Polly spelen. Klaar. Klaar. Wat zijn jullie toch een duveltjes. Oma, mogen we alsjeblieft van tafel om naar Polly toe te gaan? Weet je zeker dat je cake helemaal op is? Vooruit dan maar. Hoera! George, zeg eens wat tegen Polly. George is een beetje verlegen. Hallo. Hallo. Peppa en George vinden het heel leuk om met Polly te spelen. Ik ben Peppa Pig. Ik ben Peppa Pig. George, zeg ook eens wat. Peppa en George doen alsof ze een papegaai zijn. Ik ben Polly Papegaai. Peppa denkt na over wat ze nog meer kan zeggen tegen Polly Papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Peppa, George, hebben jullie met Polly gespeeld? Ja, oma. Polly is zo'n lieve papegaai. Ja, oma. Ik ben een slimme papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Ik ben een lawaai papegaai. Oh, wat zeg je nou? Het tandveetje. Peppa
Peppa en George eten hun lievelingsmaal. Spaghetti! Ho, 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 wat een hoop kabaal! Klaar! Ah, eindelijk een beetje rust. Wat is dat? Dat is een tand. Waar komt die vandaan? Peppa, kijk maar eens in de spiegel. Oh. Het is mijn tand. Hij is eruit. Maakt niet uit, schat. Het is maar een melktand. Die moeten eruit. Maar komt er dan weer een nieuwe? Jazeker, Peppa. Dit betekent ook dat het tandveetje bij je langskomt. Tandveetje? Ja, het tandveetje. Als je je tand 's nachts onder je kussen legt, zal het tandveetje verschijnen. Het tandveetje pakt je tand en op die plek legt ze een glimmende munt. Ik wil later ook een tandveetje worden. En wat zou jij later willen worden, George? Dinosaurus. Een dinosaurus. Kom, George, het is bedtijd. We willen het tandveetje niet missen. Voordat ze naar bed gaan, poetsen Peppa en George hun tanden. Peppa, wat ben je aan het doen? Ik poets mijn tand, zodat die mooi schoon is voor het tandveetje. Voor het eerst wil Peppa graag naar bed. Peppa legt haar tand onder het kussen, voor het tandveetje. Welterusten, Peppa en George. Trusten, mama. Trusten, papa. Trusten, kleine biggetjes. George, ik ga niet slapen. Laten we allebei opblijven voor het tandveetje. Ze blijft wel erg lang weg. Het tandveetje laat behoorlijk op zich wachten. Waar blijft dat tandveetje? Wat hoort ze daar? Is dat het tandveetje? George, hoorde jij dat ook? Oh, George. Oh, dat was George dus. Hij was zo moe dat hij in slaap viel. George kan niet zo makkelijk wakker blijven. Maar ik wel. Ik blijf wakker totdat het tandveetje komt. Ik val niet in slaap. Het tandveetje is gekomen. Maar Peppa slaapt al. Hallo, Peppa. Wil jij soms deze munt hebben in ruil voor jouw tand? Wat is die tand mooi schoon? Dank je wel, hè. Tot ziens. Peppa, George, opstaan. Het is ochtend. Wat? Ik sliep toch niet? Is het veetje geweest? Nee. Dus eventjes onder je kussen kijken. Oh, kijk, Peppa. Het tandveetje is geweest, want er ligt een munt. Hoera! Je sliep, hè, lieverd? Nou, misschien heb ik eventjes geslapen. Volgende keer blijf ik wel wakker, zodat ik dan het tandveetje kan zien. Niet zo lekker. Mama en papa Big hebben ontbijt gemaakt voor Peppa en George. Het ontbijt staat al klaar. Peppa zit onder de rode vlekjes. Mama, ik voel me niet zo lekker. Oh jee, Peppa, zo zie je er ook uit. Weet je wat? Ik bel dokter Bruinbeer.
Hallo, met dokter Bruinbeer. Peppa voelt zich niet lekker. Haar gezicht zit vol rode vlekjes. Stop haar maar in bed. Dan kom ik er zo aan. Dokter Bruinbeer komt Peppa beter maken. Hallo, Peppa. Hoe gaat het met je? Ik ben een beetje ziek. Steek je tong eens uit. Maakt u zich maar geen zorgen. Ze heeft gewoon wat uitslag. Krijg ik medicijnen? Het gaat vanzelf weer over. Maar als je wilt, dan kan ik je natuurlijk wel een drankje geven. Ja, graag. Ik ben bang dat het niet zo lekker smaakt. Mondje open. Eeuw, maar dat is smerig. Wat ben jij een ontzettend flink meisje, Peppa. Peppa moet in bed blijven. Ik kom nog langs om te kijken of het al beter gaat. Mag ze bezoek hebben? Oh ja, geen enkel probleem. Het is niet besmettelijk. Tot ziens. Tot ziens, dokter Bruinbeer. Mama, mag ik mijn bed uit? Dokter Bruinbeer heeft gezegd dat je in bed moet blijven, Peppa. Oh, maar dat is zo saai. Maar hij zei wel dat je bezoek mocht hebben. Mag Suzie Schaap langskomen? Suzie Schaap is Peppa's beste vriendin. Ik zal haar moeder wel even bellen. Hallo, mevrouw Big. Mag Peppa Suzie even spreken? Hallo, Suzie. Hallo, Peppa. Ik voel me niet zo lekker. Ik heb rode vlekjes op mijn gezicht. Is de dokter geweest? Ja, dokter Bruinbeer is geweest. Hij heeft me onderzocht en zei dat ik ontzettend flink was. Dus je bent echt ziek? Ja. Ik doe niet alsof. Ik lig zelfs in bed. Dokter Bruinbeer gaf me een drankje dat echt heel erg vies smaakte. Ik kom op bezoek, hoor. Ik trek dan mijn zusterpakje aan. Suzie Schaap komt op ziekenbezoek. Suzie is verkleed als verpleegster. Henkie Hond en Kelly Konijn zijn er ook. Hallo, Peppa. Hallo. Hoe gaat het nou? Ik voel me niet zo lekker, Suzie. Daarom lig ik in bed. Hoe kunnen we je beter maken? Mag ik wat sinaasappelsap? Oké. Peppa heeft het best naar de zin. Dank je, Suzie. En voel je je al beter? Een beetje. Henkie? Vraag eens aan mijn moeder of ik een ijsje mag. En Kelly, wil jij wat bloemen voor me plukken? Uit onze tuin? Dokter Bruinbeer komt kijken of Peppa al beter is. Ah, mooi. Kijk, de zuster is er ook al. Hoe is het met de patiënt? Ik ben geen zuster. Ik doe alsof. Juist, ja. Zal ik dan zelf maar even gaan kijken? Ja, graag. Kijk eens aan. Geen enkele vlek. Je bent helemaal beter. Niet nog een beetje ziek? Hoe voel je je? Ik denk dat ik nog een paar dagen in bed moet blijven. Ik heb juist zin om lekker in de tuin te gaan ballen. Wie wil er meedoen? Ik ook. Kijk nou toch eens. Spontaan beter geworden. Oppassen. Mama en papa Big gaan een avondje uit. Oma en opa Big komen oppassen. Oma Big! Opa Big! Omi ik! Opie ik! Hallo, mijn kindertjes. Hallo! Peppa, George en nu naar bed. Hup! Slaap zacht, biggetjes van me. Welterusten, slaap zacht. Welterusten, mama. Welterusten, papa. Wat een engeltjes. En nu snel gaan slapen. Ja, mama. Zo braaf en zoet. Mama en papa Big gaan weg voor hun avondje uit. Pe-
Peppa en George zijn toch zo zoet? Ze vallen allebei gewoon in slaap als mama Big daarom vraagt. Het oppassen wordt een makkie. George? George, ben je wakker? Sst. Wat is dat voor geluid? Nou, misschien moeten we even boven kijken. Peppa, George, zijn jullie nog wakker? Ach, kijk nou zeg. Als roosjes. Aha, die herrie kwam dus helemaal niet van Peppa en George. Ik hoor echt helemaal niets. Misschien zijn ze nu echt in slaap gevallen. Laten we televisie kijken. Tuinieren, vandaag gaan we het hebben over rozen. Oh, fijn. Ik ben gek op tuinieren. De priksteel is een bijzonder stekelige roos. Om ze te snoeien, buig dan eerst de kop en knip dan alle scheuten weg. Oma Big? Peppa, George, jullie horen in bed te liggen. George en ik kunnen helemaal niet slapen. Mogen we mee tv kijken? Nou, misschien worden jullie wel moe hè, van een beetje tv kijken. Wat jij, opa? IJslandse rozen zijn zeer zeldzaam, maar een feest voor iedereen met groene vingers. Al hebben ze wel de neiging om te gaan hangen bij te zachte temperaturen. Oh, wat een saai programma is dit. Opa Big, kent u nog dat spel waarin u ons opgooit en weer opvangt? Tuurlijk. Vooruit, allebei één keertje. Je bent weer gegroeid. Nu is George aan de beurt. Ik weer. Hoger, hoger. Misschien dat opa een beetje moe geworden is. Wacht eens. Laten we tikketje doen. Jij bent hem. Pak ons dan als je kan. Pak me dan. Nou, ik zal je pakken. Je krijgt me nooit te pakken. Kom dan, kom dan. Nee. Mama en papa Big komen weer thuis. Ik hoop dat onze biggetjes slapen. Hallo, is er iemand? Onze kleine biggetjes slapen. Net als onze grote biggetjes. Auto wassen. Papa Big neemt het gezin mee voor een ritje in de auto. Kom op. Is iedereen er klaar voor? Ja hoor. Ja, papa Big. We zijn er klaar voor. Maar de auto blijkbaar niet. Moet je zien hoe smerig die is. Oh, dat valt wel mee hoor. Je zou eens in de auto moeten kijken. Stoute, slordige papa. Stoute, slordige papa. Moet je al die troep zien? Dagbladen? Van mij. Snoep? Van mij. Meneer Dinosaurus. Dinosaurus. De auto moet gewassen worden, eerder gaan we niet weg. Oh, je hebt gelijk, mama Big. Mogen wij meehelpen met wassen, mama? Ja, als je wil, graag. Hoera! Papa Big haalt wat warm sop om de auto te wassen. Papa Big was de dak. Mama Big was de motorkap. Peppa was de deuren. George wil de ramen wassen.
maar daar is hij te klein voor. Arme George, ik help je wel. Oh jee, George heeft zijn spons in een modderpoel laten vallen. George, daar wordt de auto weer modderig van. Ik zorg dat die schoon wordt. Peppa, niet met het... vieze water. Oh jee, Peppa heeft het vieze water over de hele auto gegooid. Oh. Geen probleem. We gebruiken gewoon de tuinslang om hem schoon te spuiten. Ja, ja. Mag ik hem vasthouden? Peppa houdt de slang vast, terwijl papa Big de kraan opendraait. Waar is het water? Ah! Oh, Peppa, stop! Sorry, mama. Oh. Oh, papa Big, draai maar gauw die kraan dicht. Oh, geen paniek, jullie. Oh jee, iedereen is nat. Maar de auto is wel schoon. Wij ook allemaal. Droog je maar gauw af, dan poets ik de auto op. Goed, tot strakjes. Tot strakjes. Papa Big poetst de auto zo goed dat hij zijn gezicht erin kan zien. Wat een gek gezicht. Oh, nog meer gekke gezichten. Het zijn Peppa en George. En mama Big. Wat glimt de auto toch mooi. Ja, ik ben echt heel goed in dit soort dingen. Stap in, ik rij wel vandaag. Is iedereen er klaar voor? Ja hoor. Daar gaan we. En beloof me dat de auto ook netjes blijft. Ja, mama Big. Ja, mama Big. Mama, nu heb jij de auto weer smerig gemaakt. Ho, ho, stoute mama. Stoute, slordige mama. Chloe's poppenkast. Peppa en haar familie gaan op visite bij tante en ome Big en nichtje Chloe. Ik denk dat ome Big na de lunch meteen in slaap valt, zoals hij dat altijd doet. Papa Big, zoiets zeg je toch niet over je eigen broer? En zeker niet waar de kinderen bij zijn. Maar het is waar. Ome Big eet altijd te veel tijdens de lunch en dan valt hij in slaap. En snurkt dan heel hard, zo van... Peppa, George, vergeet maar wat ik net zei over ome Big. Oké, papa. Peppa en haar familie zijn aangekomen bij tante en ome Big. Hallo, tante en ome Big. Hallo. Hallo allemaal. Hallo, grote broer. Ome Big is de broer van papa Big. Chloe is het nichtje van Peppa en George. Hallo, Chloe. Hallo, Peppa. Hallo, George. Ik wil jullie iets laten zien binnen. Wacht op ons. Kijk, dit is mijn splinternieuwe poppenkast. Mijn papa heeft die voor mij gemaakt. Wauw. Ik heb nu al 2 poppen gemaakt. Deze pop heet Chloe. Hallo, ik ben Chloe Big. En deze hier is mijn papa. Ome Big. Hallo, Peppa. Ik ben ome Big. Chloe, mogen wij ook poppen maken, George en ik? Ja. Chloe schildert de ogen van de pop. Mag ik de mond doen? Oké. Mijn naam is Peppa. George, hoe moet jouw pop er gaan uitzien? Dinosaurus.
dinosaurus? George zegt overal dinosaurus op alles hoor. Oké, een enge dinosauruspop dus. Chloe maakt voor George een dinosauruspop. Ik geef hem scherpe tanden. Kijk, een enge dinosaurus. Tot de lunch, iedereen. We komen. Na de lunch geven we een poppenshow. Tante Big heeft voor de lunch spaghetti gemaakt. De spaghetti is verrukkelijk. De beste van de wereld. Het is te zien dat jullie twee broers zijn. Als twee druppels water. Hoe bedoel je dat? We zijn compleet verschillend. Peppa, George en ik geven straks een poppenshow. Fantastisch! Roep als jullie klaar zijn. Goed, tot straks. Poppenkast, dat klinkt leuk. Heb ik nog tijd voor een bord spaghetti? Mag ik dan misschien ook nog? De poppenkast gaat nu beginnen. Hallo, mijn naam is Chloe. En ik ben Peppa. Help! Een dinosaurus! Een enge dinosaurus, help! Oh, wat leuk, ontzettend goed! Bravo! Ik ben ome Big. Hallo, ome Big. Hallo, Peppa. Ho, ho, ho. Hij lijkt erg op jou. Ze hebben mijn buik wel erg groot gemaakt. Ho, ho, wat heb ik lekker geluncht. Ome Big, ga je nu in slaap vallen en snurken, zoals je altijd doet? Wat bedoel je? Papa Big zegt dat je altijd in slaap valt en heel hard snurkt. Zo van... Ho, ho, jouw papa heeft gelijk. Ik snurk inderdaad zo. Oh, papa Big, je had ze dat beter niet kunnen zeggen over ome Big. Ik denk niet dat papa Big en ome Big jullie horen. Papa Big en ome Big zijn in slaap gevallen. Je kan zien dat het twee broers zijn. Wat is er gebeurd? Huh? Is de poppenkast al begonnen? Ja.